de in beslag genomen geldzendingen die Nederland begin mei en vorige week in beslag heeft genomen, zullen wel vrijkomen. Dat gelooft de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersy. In totaal gaat het nu om ruim 24 miljoen euro dat aan Suriname toebehoort en in Nederland vastzit. De in beslag genomen valuta wordt in verband gebracht met criminele activiteiten in Suriname. Gersy wil echter niet praten van een in beslagname. Hij vindt dat het geld wordt vastgehouden en na onderzoek het wel vrij zal komen. Ook vindt hij niet dat de vastgehouden middelen een negatief effect hebben op de economie van Suriname. We zijn nog in overleg, maar we hebben er vertrouwen in hoor, dat het op den duur toch wel goed komt. Ja. Maar intussen is het nu een paar weken en mensen beginnen het effect te merken op de economie. Wat is de link? Waarom heeft het toch nu een effect op de economie? Maar dan moet u me even verduidelijken welk effect. De governor vindt dat Surinamers hun eigen munt meer moeten gaan waarderen. Dit kunnen ze doen door minder in valuta betalingen te doen. Het is hoog tijd dat wij ons normaal gaan gedragen en dat wij ons aan regels gaan houden hier. Het is jammer dat zo'n incident ons nu dwingt om, ons aan regels te houden. Maar liever te laat dan nooit. Wij zijn bezig ook met informatie, voorbereiding van informatiecampagnes, ook via de algemene banken. Om de gemeenschap ertoe te bewegen om, om het anders te doen als het gaat om het betalingsverkeer, hè, in Suriname. Ja. Maar men vraagt zich af, de Centrale Bank deed dit al jaren, hè? Op die manier het geld sturen naar. Waarom is het nu plotseling wel vastgehouden? Dus daar moet ik u eerst zeggen, dat stik over in het duister. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Wat wel gezegd is, dat kan ik misschien wel verklappen, is dat er in geldzendingen misschien wel eens crimineel geld kan zitten. Omdat criminelen gebruik maken van deze methode. Maar dat betekent niet dat per se bij elke geldzending van wie dan ook in de wereld crimineel geld bij is. Aldus de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersy, tegenover onze nieuwsdienst. Hij gelooft dat de in beslag genomen valuta in Nederland wel vrij zal komen.